Wielrennen en voeding, wat hebben ze met elkaar te maken? Het NH-treffend in Tiel weten ze er alles van. Ik hoef wel niet dat ze met de volle mond gaan praten. Kom, we gaan luisteren. Wat is gezonde voeding? Het is eigenlijk voor iedereen wat anders. Maar voor mij is het vers en onbewerkt. Gezonde voeding is natuurlijk voor iedereen belangrijk. En niet alleen voor de mensen met de NAH. Maar om te zorgen dat ook mensen met NAH die toch vaak last hebben van vermoeidheid en weinig energie, dat die toch lekker actief kunnen blijven, is het belangrijk dat ze de goede voedingsstoffen binnenkrijgen. Waarom ben je bij de meeting Brein en Voeding? Om een praktische uitleg te geven en wat handvatten aan te reiken voor te gaan koken met NAH. En dat is eigenlijk gecompliceerder als het lijkt. En hoe is het nu om gezond te koken? Geen moeite mee? Ja, af en toe wel. Veel nadenkwerk en soms dingen vergeet je ook. Dan denk je, ben je aan het eten? Dan denk je later van, volgens mij moest er nog wel bij, want qua smaak is het dan anders. Maar ja, voor de rest, als je je stappenplannetjes goed volgt, dan gaat het prima. Nou, ik heb geen moeite om gezond te koken, maar ik ben wel een echte suikerjunk. Dus ik zeg altijd, wat ik in de maaltijden eet, dat is wel gezond. Ja. Maar het is dat ongezonde gesnaai tussendoor waar ik een beetje last van heb. Wat hoop je dat de deelnemers onthouden? Het vooral belangrijk is om goed en gezond te eten, inderdaad. Ja. Dat vooral ook lekker en leuk moet zijn. Ja. Daar hoop ik op. Heb je van honger gekregen? En wil je jouw nieuws ook onder de aandacht brengen? Stuur dan een mailtje naar redactie@appenstaartje. Plurijn.nl. Dan regelen wij de rest.